Hij is groen, hè? Ja, je mag erin. Laten we hem even gaan. Zo. Hots. Never got around to do it before. Mag ik eruit? Nee. Ik durf eigenlijk niet. Hallo? Ik durf niet. Hij wel, joh. Maar hij zat al klaar, hoor. Ups en down. Hey vriend. Hey, pik ouwe rakken. What do you want? We need to talk about Cal. Hoe zag je dan? What have you done? Yo, hij zit achter me. I. That's insulting. You and your boy are everything that this place. Wat een gek handje heeft hij rechts, joh. Kunt je voet in dat ding? Boom, ga ik toch voor? Oh, ze is voet. Ik dacht dat ze voeten waren. Oh, is hier. He tried so hard to do what he was taught. He even left you a trail of breadcrumbs. Dit is een rare arm, joh. He's just so hungry. Tell me where my son is. Ja, daar moet je. Now, has both of you. No, hij heeft ook wel zijn arm in de lucht, hoor. I'm afraid. Ja, ik hoop toch. Just leave me alone. Fool. You always were. Maar hij doet zijn handen omhoog. Ja hoor. Wow. Was dat de foto? Huh? Gebeurt er allemaal joh. Ik kon niet lezen wat erop stond. Zie je wel het spookhuis? Not safe. Hop. Zo. Hop hop. Oh oh. Dat was je kind. Stop hem maar hoor. Kan je ziekenlamp pakken? Ja. Denk het wel. Ja, flashlight. The witch awaits. Kan ik die ook meenemen? Hallo? Nee, dus. Ah, normaal zou het wel kunnen hoor. Ja. Denk een foutje van het spel, denk ik toch niet. Hallo? Nee, kan niet. Callum has bruises on his arms, finger marks. Someone has been hurting him. I've asked him, demanded really, to know where he got the marks, but he doesn't want to answer me. Something has scared him into silence. He doesn't dare talk. He's been changing too. Something sinister lurks in the darkness behind his eyes. I catch him staring at me at odd moments. In the night. He tosses and turns and cries out words that I cannot understand. When I try to soothe him, he snaps and bites at my fingers. I think he wants to talk to me. I think he wants to tell me. But they are watching him every minute of every day. They are whispering to him in his sleep, changing him. They are taking my baby away from me. I can save him. And there will be pain. But I love him, and in the end, he will understand why. Callum? Callum! Follow the breadcrumbs. Soms hoor ik echt rare geluiden, hoor. Hey, spelletje spelen. The whole town was shocked by that one. Never found out who did it. Eentjes vangen. Maar loopt niet. Oh, dat is daar even kijken. Hier een karretje hier.
Yo. Poor bastard. We did this to him. Ga gewoon naar binnen, joh. Kan ik naar binnen? Trap aan van de kant. Hallo? Ligt hier iemand? Hij heeft diarree. Kijk. Gadverdamme, joh. Yo! What? Yo. Hé, hey, wat doet hij achter mij, joh? Iets voor je, joh. Eigenlijk moet ik hier weer uit. Ik durf nou niet achterom te kijken steeds, hè. Kijk, daar moeten we zijn. Moeten we wel helemaal omlopen, wil zeggen. En nou ligt er wat op, of niet? Ja. Pils. Pilletjes. These are mine. Yo. Nee. Ga naar links. Je kan het door. Ja, maar kijk wat daar staat. Hallo? Ga ik al niet kijken. Ren er vol langs gewoon. Yo, ik moet er wel langs, hè. Dus ik ga eerst even een knuffel geven. Oh, wow. Dat je er niet langs kan. Ik hier onderdoor. Disco. En waar moet ik heen, joh? Dan gewoon naar links terug of zo'n stukje. Wat? Ja hoor, 10 punten. Moet je niet met dat ding hem gooien. Laat hem aanvallen. Yo, die vliegen helemaal in de lucht, hè. Die zien we nooit meer terug. Laten deze kant van opgaan. Ja, maar nu zit het hek ook dicht. Don't touch me. Hey. Forgive me, Callum. Ja. Zo. Oh, nu hou achter hem langs. En dan is hij weg. Had hij niet gewoon eerder even weg kunnen lopen? Ja joh, vies het. Wat is hij aan het doen? Snijdt zichzelf. Oh. Is het niet een beetje een raar moment om een slaapje te gaan doen? Maar nu is het zover, hè? Wat? Nu gaan we dat huis in, hè? The park is a collage of contradictions all of its own. Millions of people die every year in car crashes. And the park has little cars designed specifically to simulate that action. Hear the children scream with joy.
In the sideshow alley, you can walk away with 15 cents worth of mass-produced Chinese teddy bears while a grinning carny pockets your hard-earned $5. What secrets lie beneath the sullen waters of the lake? The tears of jilted lovers, the soiled condoms of illicit affairs, the clotted blood of the lonely suicide. And the face of the witch looms over it all. I've always despised her toothy grin and warty nose. I hate that sparkle in her weathered, watchful eyes. I think Callum is waiting for me. Inside. Nu begrijp ik wel een beetje angstig te worden. Take your flashlight. How did you do that? Oh, gaat het nou gebeuren? Afgelopen. Was dit het? Ja. Wat een spel, hé. Gaat hij nu die map laden ofzo? Misschien was het wel. Nee joh. Weet ik over die. Ja, gaat ze. Oh. Nee, kijk, nu gaat het gebeuren, denk ik straks hoor. Kijk eens naar rechts en naar links hoor. Ah, mooi muur. Een beetje muur met een beetje hout. Vind je dat mooi? Stijgenmuur. Ik voel die angst nu wel hoor. Misschien is het handig als je op pad blijft. Stop! Hey, waar loopt die? Make me see. Yo. Even kleuren. Hallo? Oei, yo! Dood, hè? Ah, dat is nog niks. Dat is gewoon een pop, hè? Zo, het spiegel breekt gelijk, joh. Huh. Yo, ik wil niet verder, hè? Er hing iets boven, kijk eens boven je. Oh, het is een beetje laat, dus mensen die het een beetje warm hebben ofzo. Zoals ik nu op dit moment. Ja. Yo. Kijk eens op het hoekje staat, hè. Die gaat je laten schrikken, 100%. Yo, ik ga steeds langzamer door dit huis heen, hè. Boekje lezen. Kun je niet hieruit? Nooduitgang. Nou, hij is op slot, denk ik. Hey, dat is die IP weer. Yo. Weer, hè? Je zat hier achter. Wat is dit voor man, joh? Yo, kijk daar. En dat is je ene vriend. Huh? Waar zat hij dan? Huh, wat zag je daar in het spiegel? Een papiertje daar. Oh, een stoel. Oh, dit voelt totaal niet goed, hè? Ja, nu moeten we keuze maken. Naar rechts. Rechts? Rechts had het beter. Oh, die zaklamp is bijna op, joh. Er is hier niks, joh. Nee, daarom moet je wel even hierheen.
Waar ga je? Dan links hierin. Dit ziet er enger uit. Oh no, no, no. Hier is ook weer niks. Die batterij of zo. Ja, maar ik durf niet over achter me kijken steeds, hè. Ja. Er staat in één keer iemand achter je, weet je wel. Nou, deze dan maar, hè. Je gaat vallen, denk ik. Ja, dit viel wel mee. Dit viel wel mee. Kom maar. Die zag je aankomen. Zag hem niet aankomen? Ja, die zag oh, ik aankomen. Ja, zag hem liggen. Hier. Dat is het konijn meer hoor. Hier stond, hier was net die schaduw. Ik hoor die dat. Ziet er zo van. Give it to me. Hier gaat alleen wat gebeuren met die pop, denk ik. Nee, niks. Ik kan ook niet achter die pop langs volgens mij. Wat is dit? Oh nee. Dat is een nieuwe pop. Toch zie je me, toch schrik je nog, hè? Tjonge jongen. Huh? Mooi kamertje dit. Dat kan net uit, hè? Nee toch? Je kwam toch net uit daar? Oh ja. En jij maakt het wel mooier dan het is jij, hè? Ja, ik dacht dat we daar uitkwamen. Sorry joh. Dankjewel. Ja, maar moeten we daar dan ingaan of kunnen we beter gewoon in de uitgang of? Nee, dat is de uitgang. Yo, kijk dat. Daar is de uitgang, dat is de uitgang. Hier is de uitgang. Ja, we gaan het er niet volgen. Ja, maar daar moet je wel in. Rechts, rechts. 100% daar gaat je laten schrikken. Oh. Dan gaan wij wachten tot iemand voorbij komt, ja. Wauw. Prachtig gordijn, zo. Ja, dit was ook wel een leuke attractie. Kom op. Hij gaat gewoon nog door hoor. Hij gaat de kelder in. Nee. Roepen we aan Safi. Ja, dat heb ik gedaan, maar ze zegt alleen maar oh god. Ja, die is dicht. Zijn die ook dicht is? Mooie boekjes. Nightmare Circus. Show yourself. After they let me out, they gave me Callum back and sent me home with a handful of breadcrumbs. Home bit a sweet home. Hunger. I barely recognized it. Whether it had been color and light, or shadows and regrets. Whether it had been warmth. There was a bone-deep coldness that never went away. I tried my hardest to keep the ghosts at bay. Don, watching from the dusty corners while I tried to teach his son to read. Hey, Callum. Callum. My father, coldly assessing me and finding me lacking. I devoted myself to Callum, did the things that they told me. It will get better, they said. Every day will be a little better than the last. I'm in the woods now.
Austin afraid. Things never got any better. Ja, alles is dicht, joh. Kan ik je meenemen? Even in het linker zakje. Waarom moet je nou kijken hoe een French eruit ziet? Een rode knop hier, hè? Hier. Wat was de achtveel? Ja. Zag iets? Oh, nee, laat maar, was dat briefje? Is er een bank? Ja. Kun je op zitten? Liggen wat je wil? Ja, ja. Dat is weer een deur. Oh, hier is ook al. Oh, is wel leuk om even... Om te springen kan je. Te springen? Ja, balans houden. Oh, zo. Nog verder de kelder in, joh. Dit is de kelder, dus dood. Roep hem hier anders even. Is weer diezelfde gang? Huh? Zit die andere ook op slot? Ja, maar ik hoor hier wel wat. Hallo? Ja, achter is dat. Ik durf je achter te kijken, hè? Joh, dit is gewoon dezelfde kamer. Ja, met hetzelfde boek. Wel medicijntjes. Hoeveel medicijnen liggen hier? Oh! Hij is daar. Hallo jongeman. Lijkt een stukje vlees. Oh, een flesje wijn. Ja, kan die ook weer dicht of... Zal alles warm worden? Het is niet zo lekker. Echt precies dezelfde ruimte. Kan die uit? Weer die deur. Maar dat was wel vast, denk ik, hoor. Yo, weer dezelfde ruimte. Ja, die is dicht. Dicht. Ik denk dat de volgende, ik denk dat die ook dicht zit. Is, toevallig. Nee, ik denk dat deze open is. Ja? Nee, deze is ook dicht. Nou, weer terug, denk ik. Oh, nou is er wel iets gebeurd in die kamer. Gewoon hetzelfde nog, hoor. Nee, kijk dan. Bendy overal. Oh ja, die tekening, kijk die tekening links. Ja. Is in één keer. Kijk, alles is donker. Allemaal bloed. Nou, diarree van die ene gozer, hè? Oh ja, kan ook. Ik probeer gewoon die deur open, maar dat lukt niet, toch? Ja, maar ik denk misschien is hij nu wel een keer open. Ja. Toch of niet? Had gekund. Leuk nummertje. Ja, maar die deur is nou weer open. Die was net dicht. Bij die vorige keer.
Yo. Weer hetzelfde kamertje. Zie je, zijn ze nu wel open? Nee, deze wel open. Nou, nah, of toch niet. Hé, hey, kijk de licht om, het licht onder de deur. Kijk het licht onder de deur, daar rechts. Een stapje paar, stapje. Wat gebeurt hier, joh? Ik wil niet, hè. Ik wil niet. Die heeft het lekker achter zich gegooid. Yo, kijk eens naar rechts van die baby. Ze heeft de ogen eruit gesneden. Ja. Deze heeft een paar pilletjes als hoofd. Ah. Deze is wel open. Ah. Lekker kipje aan het draaien. Oh, yo. Wow. Pff, wat gebeurt er met die koelkast? Weet niet, even openmaken. Hey. Wow, wat is dat dan? Hoezo kan je dit soort dingen niet meenemen? Ah, dat vind ik wel. Maar toch niet koud te blijven, dat hè? Nou. Wat ook hier? Hallo? Yo, hij is dicht dan, hè? Die is dicht, hè? Yo, alles is dicht. Yo! Ik ga naar binnen. Oh, die muziek, joh. Nog een keer. Wat ben je, dirigent geworden of zo? Ik ben die hele bekende man. Nou, hij is nu al open. Ah, jammer. En hoe vaak gaan we deze kamer nog bezoeken? Nu zijn de baby's er weg. Dekens weg, bed is verschoven. Langs de muren lopen. Kijk naar links heel snel. Voor het geluid, joh. Yo, dat zijn geen baby's meer, hoor. Yo, yo. We hebben een hartslag van 180.000. Exit, exit. Hey, misschien doen we iets fout in het spel of zo. Kan er maar één kant op, of niet? Hé, hey, andere. Hey, oh, dat is een andere kamer dit. Boekenkamer. Dankjewel. Stories are told again and again, and from their shape we build our understanding of the world. Two children are led into the woods. They are lost for a time, but then are captured by an old witch. A child goes missing in Atlantic Island Park. He wanders lost for a time before finding his way into the mouth of an old witch. In the oldest version of the story,
Mother and the witch were the same person. I never wanted to be the witch. But I am. Aren't I? Just the ex. What the? Don't leave me! Zie je hem wat te vinden? Nee, ik denk het niet. Dat is wel een kamertje dit. Wel een lekker nummertje, moet ik wel eerlijk zeggen, of ja. Niet? Oh. Kun je even Shazam erbij halen? Ja, Shazam. Oh, het liedje The Darkness. The Darkness? Ja, liedje. Oh. Oh, lekker nummertje. Oh, even dansen. Oké, en weer door, en weer door. Door. Even afgeleid als ik op. Dit is jouw muziek, had ik goed, wist ik. Hey, Hansel en Gretel. Yo. Acht je. Slangen. What have you done with him? Callum. Callum. Yo. Hij bloedt aan zijn hoofd. Is die neer? En dat is die octopus. Yo, kijk dan. Yo, yo. Ik kon net niet meenemen. Wat gaat ze doen? Ze is gewoon een kind vermoorden. Yo! Ja, doe even lekker door, joh. Een sukkel? Ze hebben gewoon een kind vermoord. Al die tijd moeite om doen om te zoeken. Ja, hele horrorhuizen afgelegd. Hey, Lorraine. Lorraine. Ja, was een droom, was een droom. Ja, maar ze was ook niet goed aan het worden, hè? Met die medicatie. Wat dan een vliegtuig? Mijn best of zo. Take a deep breath and think about the last place you. Ja, hij stond toch achter die balie in het begin van het spel. Ja, ja, ja. Hij had erin en zei: ik doe de poort voor je open. In my heart and mind, I always return to Atlantic Island Park. Het is niet goed. Dat was hem al. Dat ging snel. Zeker snel. Oh, zo leuk. Ik vond het wel lachen. Was niet zo eng als ik had verwacht. Nee, ik had eigenlijk al veel meer echt enge dingen gehad. Ja, maar dat het lampje wel uit kunnen doen. Ja. Zeggen ze, ja, je moet in het donker spelen. Ik denk, nou. Nou ja.
Een beetje kort, dat is wel jammer. Ja, maar zo. Maar ik vond wel vet. Wel vet. Ja.